centrum. It's very self-dingensing. Very self-dingensing hier. Jeetje, hier heb ik dood nog niet gevonden. Dus jij steekt gewoon elke ochtend zelf even de pijlstok in het water. Nou mensen, leuk dat jullie weer kijken naar DW Vlog. En ik ben op een hele speciale plek. En daar was ik vorig jaar ook al. En dat is, kijk eens aan, Camping Little Texas. En dat is, het is eigenlijk een camping en een camperplek in één. Stap. En ik was hier vorig jaar en toen was die camping nog in Engelse handen. Nick die zwaaide hier de scepter. En die camping is ondertussen Nederlands grondgebied. Want Erik is de nieuwe eigenaar en dat is een Nederlander. En die gaan we zo even zien bij de receptie. En ik zit natuurlijk in Tabernas en dat is die Spaanse woestijn. En hier zijn heel veel cowboyfilms opgenomen. Dus alles wat je hier ziet, ja, dat is een beetje cowboyachtig. Maar we gaan eerst eens even naar de sheriff's office, wat ook meteen de receptie is. En daar hebben we Erik. Hallo, man. Dus jij bent de nieuwe campingbaas. Ik ben de nieuwe sheriff hier. Is dat? Dat is nieuwe... echt fantastisch. De nieuwe sheriff zelf. Ja, ik heb alleen nog niet zo mooi. Maar dat kan nooit lang duren. Nee, dat komt vanzelf. En een geweer om de lastige klanten bij je terrein of te jagen. Nou, zoveel lastige klanten hebben we niet gelukkig. Hey, vind je het leuk om mij de camping eens te laten zien? Ja, tuurlijk joh. Gaan leuk. We doen. Ja, kom op. Mee. Leuk. Ik vind het echt geweldig. De sheriff's office. Ja, het is alleen het weer zit eventjes wat minder. Ach ja, dat kan eens een keer gebeuren. Want je maakt mij niet wijs dat het zomers minder weer is. Of, zomers is het gewoon heel erg lekker. Het is een woestijn, hè? Ja, dit is een woestijngebied. Het is dan overdag wel heel warm. 40 graden. 40 graden? Alleen je zweet niet. Hoe komt dat dan? Het is woestijnklimaat. Omdat je tot aan je neus woestijn komt. Je zit tot aan je neus in het zwembad zomers. Zie je al die bergen. Ja, ja. En er komt koele lucht over. S'avonds als de zon ondergaat. Gewoon 25 graden 's nachts. Oh, geweldig. Gewoon heerlijk slapen. Lekker man. Hey, kan je wat meer vertellen over de camping? Ja, nou, dit is vroeger dus een olijvenveld geweest. Oké. En in 2019 is het door mijn voorgangers omgebouwd naar camperplek. Ja, want Nick, dat is Nick, hè? Dat is die Engelsman Nick. Nou, daarvoor was er nog een Engelsman. Oh, echt waar? Een Engelse vrouw, sorry, met een Duitse man. En die hebben dit zeg maar allemaal zo gemaakt, de infrastructuur. En dat is, we gaan eens even omdraaien. Dus dit is in principe een olijfgaard geweest, met olijfbomen. Ja. En die hebben het omgegooid tot een camperplek. Ja. Zo dan. En daarom is het ook allemaal zo groen. Want we zijn verplicht om irrigatiewater af te nemen. Oh, en het regent hier natuurlijk maar 10 dagen per jaar. Ja, ja, ja. Maar nu we moeten dat water kwijt waaruit de bergen opgepompt wordt achter. Ja, ja. En nu geven we links 3 uur in de week water. En rechts 3 uur in de week water. Je bent door de lokale wetgeving min of meer verplicht om dat water af te nemen dan? Ja, ja. Oh, maar zo hou je je camping ook lekker groen. Als je daar ziet, zit een hele grote tap onder het zwembad. Ja, ik zie hem. Ja. En als we dat water niet gaan gebruiken, dan gooit hij het helemaal over de camping. Oh, serieus? Dus je moet het wel opmaken? Ja. Dus, maar we hebben dus geen waterprobleem hier. Nee, dat is gewoon, fantastisch. En zo hou je camping natuurlijk hartstikke groen. Mooi groen. En bovendien, al het water wat we gebruiken, recyclen we weer. Ook wat uit de douches komt. Het grijze water wat uit de campers komt, gaat naar bassins naar beneden. Ja. En wordt weer opgepompt en wordt later weer gebruikt voor de toiletten te spoelen. Oh, joh. Het is echt een self-dingensing centrum. It's very self-dingensing. Very self-dingensing hier. It's a new word here, self-dingensing. Ja. Oh, geweldig. Hey, en hier heb je ook nog een saloon. Ja, die zal ik even openmaken. Ja. Want de check-in is vanaf 3 uur. Oh ja. En ik zal ook even vertellen waarom dat is. Oké. We hebben nog wel eens een keer een eenigheid over de mensen. Ja. Nou, dan weten jullie het vast, jongens. De check-in is vanaf 3 uur op de camping. Kijk, en dan hebben we hier, wat is dit eigenlijk? De bar, hè? Dit is de bar. Ja. En hier hebben we zelfgemaakte sangria, bier. Oh, ja. En hier kun je broodjes bestellen bij ons die we zelf afpakken. Ja. Hé, maar dat inchecken vanaf 3 uur, vertel eens dan. Ga ik je vertellen. Ja. Dit is een hele smalle doodlopende weg. En aan het eind van die doodlopende weg zit een hele grote varkensboer. Okay. En die komt soms met enorm materieel naar beneden denderen. Oh. En die vindt dat hij voorrang heeft op alles. Dan krijg je soms hele gekke situaties. Ja, dat snap ik. Dat mensen daar staan met een camper en met een aanhanger erachter. En die man die duwt door, want die zegt En dan kan je dus met je camper eens achteruit, zeg maar. Ja, je kunt niet langs elkaar. Nee. En dan heb je ook nog de omwonenden hier. Dat geeft soms een beetje spanning. Dus ik heb gezegd, want om 2 uur hebben ze allemaal siesta. Gaan ze lekker hun dingetje doen. Ja, ja. Dus vanaf 2 uur hebben we die druk niet. Nee, dat snap ik. We hebben gezegd vanaf 3 uur de check-in. Dan zijn de prijzen ook al berekend. Ja. Dus van 3 tot
12 de volgende dag. Ja. Wij maken tussen 12 en 3 alles netjes schoon voor ja. de nieuwe gasten. Ja, ja, ruimen ja, de vuilnis ja, ja. op. Ja, ja, en zo ja. hebben we alles, de stroom, de aanvoer, de afvoer, heel ja. goed geregeld. Ja, ja, en geweldig. Daarom is dat dus, lieve mensen. Niet ja. dat we jullie graag extra geld uit de zaak willen kloppen. Echt, lieve maar, mensen. Ja. Maar dat daarom zijn even, is ja. het. Nou, dan weten jullie in ieder geval de regel, of de reden, jongens. Dus dat je niet die varkensboer boos maakt. Ja. Hey, dit is de saloon. En ja. Laten we eens verder kijken wat je nog meer hebt. Gaan we nu naar het sanitair. Ja. Hier hebben we het sanitair gebouw. Ja, en dat herken ik allemaal nog wel uit de tijd dat ik... Ja, vorig jaar was ik hier ja. natuurlijk. Dus, en buitengewoon ruim en ook een rolstoel toegankelijk ja, trouwens. Hè? Ja. Ja, ja, dat is verplicht, anders kreeg je ja. namelijk geen toeristenvergunning. Oh, echt waar? Ja. Ja, kijk eens, dit is het... En hier heb je er nog een, hè? Ja, hier ja. hebben we de familieruimte. Ja, ja, perfect dus man. Dus een douche. Een douchetoilet en een wastafel. Dik voor elkaar. En hierachter, ja, ja. Ik ben hier al een beetje thuis voor mensen. Wat hebben we hierachter? De wasmachine. Ja, daar gaan we ook naar kijken. De wasmachine, meneer. Oh, die regelt de wasmachine. Kijk eens, de wasmachine. Een droger heb je niet, hè? Dat was met Nick ook al. Ja, maar we hebben de zon ja, afgesproken. Welke zon? Ja, normaal. Hang 2 minuten buiten ja, is en dan droog. Is het droog. Ja. Hier hebben we een spoeldakje voor de afwas. Oh ja, ja, en die ook nog. En dan hebben ja. we hier, zeg maar, een hele ontzorgen van de camper. Ja, ja, de camperplek. Ja. Ja, vers water, vuil water. Ja. Leidingwater, drinkwater. Ja, ik zie het. Hier chemisch toilet. Chemisch toilet, ja, ja. Hier hebben we nog een leuke vijver. Ja, en dit is hier, nou ja, hier rij je dus op. Hey, het doet een beetje aan als een camperplek, maar ben je hier ook welkom in een caravan? Ja, 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 er staat toevallig ook een camper voor, ja, een caravan. Ja. Maar het is lastig manoeuvreren hier. Ja, dat is wel lastig. Het zijn allemaal ja, platformpjes waar ja. 4 campers kunnen staan. Ja. En als er iemand voor staat en je moet er met een camper eruit... Ja, dat is wel een dingetje. Vinden. Dat is wel een dingetje, dus, ja. Maar het kan wel. Het kan ja. wel, maar in overleg. Ja, en deze dan? De vijver? Ja, dit is een cactus garden. Ja. En hier zit een kooikarpus in. Oh, echt waar? En ik heb, net kun je nog zien, tulpen geplant die ik meegenomen heb uit mijn oude tuin. Ja. Die komen uit Winschoten, die heb ik geplant. Ik ga kijken of ze het gaan doen. Ja, ik ben heel benieuwd. En misschien dat ze maar 3 dagen staat. Maar... Ja, dan heb je in ieder geval 3 dagen plezier van. Ja. Dan gaan we nu naar boven. Ja, want hierboven heb je een verrassing op de camping. Ja. Nou, dan gaan ik we even kijken. Meer verrassingen. Oh, echt waar? Nou, ik ben wel ik ben benieuwd. Ik ben wel in voor, ik ben wel in voor verrassingen, ja, jongens. Hè? Daar hebben we de warmtepomp voor het zwembad. Dat zwarte ding, of niet? Ja, dat oh, is, joh. Die verwarmt het zwembad dus. We hebben zonnepanelen over die overkapping. Oké, okay. Ja. Ja, want die overkapping, die, ja, die was er natuurlijk ook al. En ik herinner me van vorig jaar dat daar heel veel mensen met kleine tentjes ja, overnachten. We hebben heel vaak hebben we hier 5, 6 tentjes op een rij met motorrijders. Ja, ja, en er ja. staan de motoren die volgeparkeerd. Ja, precies. En die kunnen hier overnachten op een zandgrond. Ja, oh, je kan hier, dat ziet eruit alsof je hier geen haring de grond in kan krijgen, maar dat is dus niet. Maar dat lukt heel gemakkelijk. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het zwembad, jongens. Want dat verwacht je natuurlijk ook niet op een wat kleinere... Kijk, er wordt ook gezwommen. 6 december. 6 december en gewoon buiten zwemmen. Ze zijn aan het zwemmen. Ja, heerlijk man. Wat een oase. Is dat verwarmd water dan? Ja, het is verwarmd water. Maar afhankelijk van hoe koud het 's nachts is... zou het tussen ja. de 21 en 26 graden moeten zijn. Nou ja, dat is... Maar 's nachts koelt het natuurlijk wel behoorlijk af. Hier, we zitten in de woestijn. 21 graden, dat is wel zo koud. Ja. Ik ga 's morgens altijd douchen. Hier. Oh, echt waar? Ik ga zwemmen om 7:30 elke dag. Serieus? En dan ga ik daar douchen. Ja. Ja, dan heb ik soms een pincet nodig om terug te komen. Dus jij steekt gewoon elke ochtend zelf even de pijlstok in het water. Ja, ja. Ja, ja, ja. Heb jij nog wat, toen je de camping kocht, heb jij toen nog wat veranderd aan de camping? Ja, ja, ja. Ik heb nieuwe zonnebedden gekocht en nieuwe stoeltjes. En we hebben een beetje bamboe ja, het is wel, overkapping gemaakt. Het is wel gezelliger geworden wat dat betreft. Dat en was een beetje muziek. Ja, lekker man. Ja, het is fantastisch. Ja. En we zijn daar nu aan het bouwen. Daar gaan we ook even kijken. Wat ben je hier aan het maken? Nou, hier komt straks een heel mooi terras. Ja. En hier in de hoek komt een buitenbar. Oké, okay, in deze hoek? Ja, in die hoek komt de buitenbar. Ja. Hier wordt het terras helemaal volgebouwd, net als daar. Ja, ook zo'n... met beton. Er komen ook van die tegels overheen die we er net ja, gemaakt ja. hebben.
Daar komt een eetgelegenheid dat je er binnen kunt zitten. Ja. Hier komt nog een overkapping voor. Oh joh man, plannen zat joh. Plannen zat man. Ja, ja, ja. En daar een heel groot screen. Ja, ook voor de voetbal. Ja, oh, voetbal, Formule 1. En dan bitterballetjes hè. Hé, want ik zag ook al dat jij, want ik zag in de reviews al, he is serving typical Dutch food. Vervolgens keek ik naar de typical Dutch food en dat is gewoon patat met bitterballen. Ja, kroketten, de frikadellen, typical. De kaas. Vlees. Echt waar. Typical Dutch food, jongens. Yes. Dat hele bitter garnituur komt hier vandaan. Ja, ik kan hier ook wel tapas gaan maken. Maar goed, daar kun je het dorp overal kopen. Er zitten 15 tapasrestaurantjes. Ja, En dit is gewoon heel veel Fransozen, Italianen, die kennen dat gewoon. Die hebben nog nooit van een bitterbal gehoord. En die vinden het geweldig. Ja, fantastisch. Ja. Ben jij al eens eerder campingbaas geweest? Nee. Ik heb 31 jaar een autobedrijf gehad. En ik heb heel veel plezier gedaan. Ja. Maar de laatste 10 jaar had ik al zoiets van, ik wil eigenlijk wel compleet iets anders gaan doen. Ja. En heb ik toch tegen vrienden gezegd van, een klein camperplekje lijkt me wel heel erg leuk, niet te groot. Nou, daar gaan we het even over, daar gaan we even voor zitten, man. Want dat verhaal wil ik ook gewoon even weten. Gaan we doen. Hoe lang had je een autobedrijf gehad, Erik? 31 jaar heb ik een autobedrijf gehad. En nu in één keer. En de laatste 10 jaar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin er meer in. Ik heb het al met heel veel plezier gedaan. Op een gegeven moment was je er klaar mee. Weet je, je zit op de rotonde en het is maandag. Ja. En na een week is het weer maandag. Zit je op dezelfde rotonde. En ineens ben je 5 jaar verder en denk je, jeetje. Hè? Maar goed, je gaat gewoon door, want je zit in de keurslijf. En hartstikke leuke tijd gaat altijd, hartstikke mooi. Maar ik wil gewoon eens een keer wat anders. Ja. En ik ben altijd heel vroeg wakker, 6 uur. Ja. Waarom? Dat zit ik weet het niet. En dan kijk ik altijd of er wat te kopen is. En ineens, 's ochtends vroeg, via Camp Live, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Altijd al een camperplek gehad willen hebben, wellicht is dat iets voor u. Ja. Ik denk, ik slaap nog zeker. Ja. Ik heb tegen vrienden al gezegd. Als ik eens een keer wat compleet iets anders zou willen doen, dan zou ik wel een klein camperplekje willen hebben. Want heb jij iets met kamperen dan? Ja, zeker, ik heb zelf ook een camper. Ik ben overal geweest, behalve nog nooit hier. Ik had nog nooit van deze plek gehoord. En toen zag je die advertentie? Toen zag ik de advertentie en toen dacht ik van wauw, dat is leuk. 24 plekken, niet te groot, zodat je alle koppen een beetje bij de campers kent. Ja. Dat je ook eventjes in gesprek kunt met die mensen, gewoon gezellig. Dus niet te massaal, zeg maar. Nee, precies. En toen zag ik ineens in de woestijn. Woestijn? Ja, de woestijn. Ik had een hele andere voorstelling van de woestijn. Ik dacht van zand en kamelen. Ja. Maar ik denk van, dat weet ik niet. Maar eventjes gegoogeld en toen dacht ik van, wauw, dat is toch wel een geweldige plek. Ja. Er zijn allemaal westerns opgenomen, hartstikke leuk. En je hebt eigenlijk het beste van twee werelden. Je zit in de zee. Binnen een half uur zit je gewoon in de zee. Ja. En je hebt hier het woestijnklimaat, heerlijk. Overdag warm in de zomer. Ja. Maar 's avonds koelt het gewoon verschrikkelijk goed af. Dan is het 25 graden, dan kun je gewoon lekker slapen. Fantastisch gewoon. Ja. En toen kwam je hier, je zag die advertentie. En ik kan me voorstellen dat je dan het vliegtuig pakt. En dan land je hier op vliegveld Almeria. Ja, en toen dacht ik van, waar ben ik aan begonnen? Want ik zag alleen maar plastic kassen en zo. Ik denk, wat is dit hier wel voor spul, joh. Maar goed, toen had ik had een autootje gehuurd, want ik zou hier een week blijven. En ik rij zo over de snelweg. En ik denk, hier wil ik dood nog niet gevonden worden. Al die bergen, de groen, helemaal niks. Het was allemaal droog en dor. Ja. En allemaal ruïnes en stenen ingestort. Ja. Ik denk, we gaan het wel zien. Ik heb een huisje gehuurd voor een week. Kijken en wel. We gaan wel kijken. En ik rijd zo ter Bernas in. Ik denk, wat een leuk dorpje, joh. En we even uitgestapt, gezeten. Bij het kerkje gezeten. Daar zitten allemaal oude mannetjes, spelletjes te spelen, te kaarten. En een beetje te schelden op hun vrouw als ze een beetje te dichtbij kwamen. Ja. Nou ja, en toen ben ik hier op de camperplek gekomen. Van alles wat zo dor was, kom ik hier in een oase eigenlijk. Een groene oase. Ik was eigenlijk direct verliefd op deze plek. En het is zo zen. Er komt gewoon een rust over je heen. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven. Ja, het is heel bijzonder. Ja. En eigenlijk binnen een week was ik er wel uit. Zo, echt waar. En ik heb het gekocht binnen de week. Serieus? Binnen een week? Ja. Dus eigenlijk, je bent gewoon verliefd geworden op deze plek dan. Ja, dus, het is jammer dat jullie nu niet kunnen zien hoe mooi het eigenlijk is met de zon. Met het zonnetje, ja. Dus. En het leuke is, je zei het net even tussen neus en lippen door, over die western, weet je wel. Dit gebied is echt gebruikt voor de meest beroemde cowboyfilms. Zelfs Louis de Funès.
ik wist het ook niet. Ik heb met Mal Camino's, dan kun je een tour doen, hè, met, ja, met jeepjes. En dan kom je door de canyons heen. Ja. En ze hebben een hele mooie fotoreportage van alles wat hier opgenomen is. Ja, ja. Dus dan zie je Louis de Funès zitten met de berg van hier erachter. Ja, ja, Platoon, ja, bijvoorbeeld, een Amerikaanse film. Ja, ja, die oorlogsfilm. Zie je die soldaten op de grond liggen met de berg van hier. Echt waar, erachter. Platoon. Ja. Oh, dat speelt zich af in Vietnam. Ja. Ja. Indiana Jones ook. Ja, ja, ja. Ja. Oh. Echt waanzinnig. Het is echt onvoorstelbaar, zoveel films als hier gedraaid zijn. Ja, ja, ja. Echt, ja, en vorig jaar was ik hier en toen had ik mijn motorfiets nog mee. Je kan hier ook fantastisch motoren. En dat zie ik ook aan je klanten. Hè? Ja. De ene naar de andere heeft een karretje met motorfiets achterop. Ja, ja, ja. Dat is echt gewoon fantastisch. Je kunt van alles hier, ook mountainbiken. Ja. Je kunt hier fantastisch fietsen gewoon in de buurt. Dus ja. Echt. Ja. Ja, en dan heb je ook nog die attracties met zoals mini Hollywood zit hier vlakbij. Hè? Zo'n cowboydorp met een dierentuin aan vast. En hè? Een groot zwembad is het leuk als je kinderen hebt. Ja, Fort Bravo. Heb je dan nog. Ja. Sergio Leone Park heb je nog. Oké, okay, ja. Er is zoveel te doen hier. Ja, ja. Hey, en die camping, je hebt al aardig wat dingen aangepakt en je zit vol met woeste plannen. Ja, nou ja, woeste plannen weet ik niet. Nee. Maar goed, als je wat gaat doen, ja, ik ben ondernemer in hart en nieren. En ik zie dan kansen en ik denk van nou, dat kan beter. Ja. En ja, dat ga ik dan ook doen. Ja. Dus wat stilzitten wil ik eigenlijk niet. Ik wil ook iets te doen hebben. Ja, dat snap ik. Maar goed, als het op werken gaat lijken, dan moet het weer niet. Dan zou ik net zo goed in Nederland kunnen gaan blijven. Nou, ik denk dat er heel veel camping-eigenaren nu kijken en denken van wat een naïeve gast is dit. Ja, maar weet je, die hebben misschien veel te grote campings. Ja. Die hebben gewoon een heel mooi kleinschalig parkje. Ja, dat is, de camperaars hebben eigenlijk alles mee. Ja. Dus ze zetten de camper neer, ze steken de stekker erin, draaien de luifel uit en schoenen en gaan een kopje koffie drinken. Ja, ja, ja. Wij hebben ze helemaal niet nodig eigenlijk. Nee. Dus wat dat is, het is inderdaad nog wel overzichtelijk. Zo'n, ja, het is heel overzichtelijk. Ja, wat leuk zeg. Dus, hey, en die eigen camper van je, die staat waarschijnlijk te koop of niet? Nou, die staat nog in Winschoten. Ja, in Winschoten. Ja, ja. Want hoe is dat gegaan dan? Vanuit Winschoten nu wonen in Zuid-Spanje. Hoe bevalt dat dan? Een droom. Nou ja, het was eigenlijk niet eens een droom. Het is gewoon zo gegaan. Ja. Hè? En ik ben altijd heel snel. En als ik iets zie en dat lijkt me goed en ik heb dat goed gevoel bij, dan pak ik door. Hoppata. Ja, en dan gewoon gaan. Maar vanaf de eerste ochtend dat ik hier wakker werd, had ik echt de rust. In Nederland had ik altijd zoiets van, ik moet iets. Ik moet iets, onrustig gevoel, ik moet iets. En hier word ik wakker, hier moet ik ook iets, want ik bak het brood zelf. Ja. Oh, dus echt waar? Bak je het brood zelf? Ja, ja, ja. Ik heb een deal met een lokale bakker, die brengt alles vers maar diep gevroren hier aan. Ja. Ik hoef het alleen maar af te bakken met een speciale oven. Die eerst ontdooit, laat rijzen en dan afbakt. Zo. Dus dat moet ik dan doen, maar het voelt niet als moeten doen. Nee. Dat gaat gewoon zo. Ja. Het is gewoon. Ja, en heel eerlijk, de croissantjes hier, jongens, die zijn echt geweldig. Dat weet ik nog wel. Ja, dat is echt, dat mag enige naam hebben. Ja, ja, ja. Dat wordt ook echt gezegd dat ze soms lekkerder zijn als van de warme bakken. Ja, ja. Hoe vroeg ben je in je bed uit? Ik ben, wat ik net al zei, ik ben altijd 6 uur wakker. Ja. Altijd. Ja. Dan ga ik eventjes een kopje koffie drinken, eventjes de krant lezen, even kijken wat er in Nederland allemaal gebeurt. Nou, allemaal helemaal sneeuw en prachtig mooi weer. Ja, dan ja, lekker, geweldig, lekker. Ja. En dan ga ik om 7:30 zwemmen. Ja. Dat doe ik altijd 20 minuten. En dan ga ik het zwembad schoonmaken. Dan gaat de robot erin. Dan ga ik de blaadjes opruimen. Ja. Dan ga ik me lekker douchen. Ja. En dan neem ik nog een kopje koffie. En dan ga ik met de broodjes bezig. Hoppata, ja. Nou, en ik zag ik jou nou vanmorgen toen ik de hond uit ging laten, zag ik dan ook je mountainbike voorbij knallen? Ja, ja, ja. Ik heb hulp 3 keer in de week ochtends. Ja. Dan kan ik dingen voor mezelf doen. Ja. Dus... ja, geweldig man. En je kent hier ondertussen de hele omgeving. Hè? Want je had nog een tip voor ons, voor een olijfproeverij. Ja. Nou, daar zijn we ook nog blijven lunchen. Was ook nog, ook nog fantastisch. Leuk, mooie oude molen. Ja. Dus er is zoveel hier te zien. Ja. Hier zit ook nog een hele mooie klooster op een berg hier vlakbij. Oké. Ja. Het is te veel eigenlijk om op te noemen. Ja, nou jongens, en om dat allemaal, om dat te veel om op te noemen, om dat zelf te ervaren, moet je dus echt hierheen gaan. Camping Little Texas in Tabernas, de woestijn waar al die beroemde films zijn opgenomen. En ik vind het echt een camping om je vingers bij af te likken, man. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Precies. En het wordt nog mooier. En het wordt nog mooier. Dus kom het zeker een keer zelf bekijken als je in deze regio bent, want het is hartstikke moeite. En voor nu zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende. En geef deze video nog even een duimpje. Dan word ik beter gevonden. Dan word ik echt hartstikke blij van. En uiteindelijk Erik ook. Hey jongens. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi.